Zorg ervoor dat het haar nat is en doe er versteviging in. Pak bovenop een pluk, even breed en even dik als dat je roller is. Kam hem goed omhoog en draai de roller erin. Aan de voorkant zet ik een rij recht naar achter. Ik ga nu steensgewijs verder. Ik plaats de volgende roller op het midden van de eerste roller. Het haarnetje erover en dan mag ze onder de kap. Het haar is droog en de rollen zijn eruit. Met mijn handen haal ik het haar wat los. Ik gebruik mijn handen als kam. Voor nog meer volume en om het een wat klassiekere look te geven, ga ik het nu doorkammen en tegenkammen. Pak een pluk bovenop, kam hem omhoog en kam hem aan de onderkant tegen. Volgende pluk erbij en ook samen kam je die weer tegen. Nu gaat er haarlak tussen. Met een grove kam kam ik het voorzichtig door. Zorg ervoor dat je alleen de bovenste lagen doorkam, zodat aan de onderkant de toupage goed blijft zitten.
Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee.